Toen ik op de kleuterschool zat, hier in Rotterdam, zo vanaf 1954, 55, werd er op de uiteraard christelijke kleuterschool in Rotterdam-Schiebroek een onderscheid gemaakt tussen eerbiedige versjes en leuke versjes. Die leuke versjes vond ik helemaal niet leuk, die vond ik vaak onzinnig. En die eerbiedige versjes, ja, het zat er waarschijnlijk al vroeg in dat ik kerkmuzikus zou worden. Dat sprak mij enorm aan. Wat gaan we met kinderliedjes doen? Ik weet me nog goed te herinneren dat je vroeger op de radio, ook in de jaren 50, het AVRO's kinderkoor Jacob Hamel onder leiding van Herman Broekhuizen hoorde. En Herman Broekhuizen begeleidde dat ook op de piano. Dat vond ik fascinerend wat hij daarbij speelde. En dan kwam ook het lied voorbij, Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. En dat lied, dat fascineerde me enigszins, want wie gaat er mee naar Engeland varen? Ik dacht, Engeland, is dat dan een land van engelen? En ik wist ook wel dat Engeland een land was, want in 1956 is vliegveld 16hoven geopend en kwamen vliegtuigen over Schiebroek die naar Engeland vlogen. Heel veel later, toen ik op het gymnasium zat, gaf een leraar mij te lezen het boek Wegen en Grenzen van professor Dr. Gerard van der Leeuw. Een Gronings theoloog die in het eerste naoorlogse kabinet minister van Cultuur was. En in dat boek Wegen en Grenzen behandelt van der Leeuw allerlei kunstvormen, muziek, literatuur, architectuur, volkscultuur en legt de link met het hogere, met het religieuze. En daar las ik wat witte zwanen, zwarte zwanen betekent. Wit, zwart, goed en kwaad. Wie gaat er mee varen naar het land van de engelen, de hemel? Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. En dan krijg je, is er dan geen smid in het land die de sleutel maken kan? En dat vond ik gewoon niet goed rijmen, maar dat is oorspronkelijk geweest. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Ja, een timmerman die een sleutel maakt, nee, dan moet je voorbij een smid zijn, natuurlijk. Maar het was de timmerman. En wie heeft de sleutel van het hemelrijk gerepareerd, zodat wij erin konden? De zoon van de timmerman, die zelf ook wel timmerman was. Jezus van Nazareth. Een kinderliedje, maar ondertussen. En toen ik net in de Westerkerk in Amsterdam werkte, in de jaren 80, had ik het daar met Nico Terlinde over die verklaring, onze predikant. Hij zei, daar gaan we een dienst van maken. En dat hebben we gedaan en 20 jaar later hebben we hem nog eens herhaald, want het was wel erg leuk. En toen, begin jaren 90, het orgel gerestaureerd werd, nog niet speelde, maar de luiken hingen er weer aan van de laressen, prachtig gerestaureerd. En daar wou Nico wat mee, want daarop stond de afbeelding van David, die voor de Ark des Verbonds uit danst, en zijn vrouw, Micha, die misprijzend naar hem kijkt. Micha, een echte koningsdochter, de dochter van Saul. En David, ja, de herdersjongen die achter de schapen vandaan gehaald werd om door Samuel gezalfd te worden. Hij werd door vader Isaïe geen eens gepresenteerd. Lijkt een beetje op het verhaal van Assepoester overigens. Die structuren komen steeds terug. En David ging uit zijn dak, de Ark des Verbonds was buitgemaakt op de Filistijnen. En toen zei ik tegen Nico, verrek, ze zeggen dat ik niet dansen kan, maar ik kan dansen als een edelman. Dat zou je kunnen betrekken op David, die voor de ark uitdanst en van geboorte geen edelman is. En dan, dat is 1, dat is 2, dat is 3. Dan kom je tot 7, ook weer een symbolisch getal. Ik weet niet of deze interpretatie klopt, maar we hebben er veel plezier aan beleefd.
Net zoals wat Nico graag deed, rond Eeuwigheidszondag, het karretje dat op de zandweg reed. De ene voerman die wel thuis kwam en de ander die niet meer thuis kwam, maar eigenlijk ergens anders thuis kwam. Deze drie liedjes combineren we tot een kleine suite. Kinderliedjes met mogelijk een dubbele bodem. En dat is niet gek, want op die manier leren kinderen het leven kennen. Je moet kinderen ook nooit te makkelijke verhaaltjes en te makkelijke liedjes laten zingen. Als ze dingen niet begrijpen, helemaal niet erg. Ze begrijpen wat ze begrijpen en later begrijpen ze de volgende lagen wel. Een andere manier van omgaan met kinderliederen. Heb je wel gehoord van de zeven sprong? Ze zeggen dat ik niet dansen kan, maar ik kan dansen als een edelman. Dat is één, dat is twee, dat is drie, dat is vier, dat is vijf, dat is zes en dat is zeven. Zandweg vindt of mogelijk wel daarneer.